Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is super vroeg in de ochtend, want ik moet zo naar school toe. Ik ben me eventjes lekker aan het klaarmaken. Ik ben inmiddels lekker wakker geworden. Ik moet mijn bed nog opmaken. En ik heb nog in totaal een half uur de tijd. Dus het moet op zich wel lukken, want al mijn eten en zo is ook klaargemaakt. Ik ben lekker bezig met mijn make-up. Dat is eventjes het dingetje wat ik nu ga doen. Ik hou het voor school echt heel vaak heel erg simpel. Ik heb wat concealer van Essence. Doe ik make-up contouring concealer. En dit is echt altijd een beetje onder mijn ogen, zodat een beetje die donkere kringetjes weg zijn. Ik heb laatst heel erg veel last van allerlei gekke plekjes in mijn gezicht. Dus dat is vaak wel een ding wat ik even meeneem. Bijvoorbeeld hier is een heel groot plekje. Gaan we hem eventjes een beetje aantippen. Ik doe eigenlijk bijna al make-up in mijn handen. Een paar kleine dingen na. Ik weet niet zo van het met kwastjes en dingetjes doen en zo. In ieder geval, ik neem jullie vandaag al mee in deze tweedaags vlog. Namelijk, ik wilde eigenlijk morgen pas beginnen. Want morgen gaat er iets heel erg leuks gebeuren. Ik ga jullie dit gewoon nog eens vertellen. Morgen komt de dag dat ik weer een nieuwe tatoeage ga laten zetten. En ik hoop dat dit de laatste zal zijn. Ik wil namelijk al heel erg lang iets samenzetten met mijn beste vriendinnetje die ik al 7 jaar lang ken. Ashley is al meerdere malen in de video's geweest. Dus misschien dat je haar kent, misschien ook niet. I don't know. Maar ik wil gewoon een heel erg lang een tatoeage zetten. En die tatoeage is eigenlijk een zonnetje. Het is niet zozeer dat ik dat zonnetje met haar samen wilde zetten, maar zij vond hem ook mooi, dus zij gaat hem ook laten zetten. Maar ik wilde heel erg lang een opkomend zonnetje zetten. Dat is een streepje met een bolletje en daar komt het zonnetje dus op. Maar je kan het ook bedenken dat het zonnetje ondergaat. Ja, het is eigenlijk hoe je het ziet, maar ik vind het gewoon een heel erg mooi verhaal. Zeker omdat ik, dat heb ik de laatste tijd ook niet gedeeld met jullie, maar ik ben de laatste tijd heel erg deprie geweest. Ik heb heel erg met mezelf in de knoop gezeten. Daarvoor zijn de afgelopen tijd de video's ook wat minder geworden. Ik ben heel erg depressief geweest eigenlijk. Alles zag ik negatief. Ik had er nergens meer zin in. Ik vond helemaal niks meer leuk. School. Ik deed serieus niks meer aan school. Terwijl ik altijd gewoon echt een studienerd was. Ik deed niks meer aan school. Ik vond het allemaal niet meer leuk. Het boeide me allemaal geen ene moer meer wat mensen zeiden en deden. En voor tips gaven wat betreft mijn darmen. Het maakt me allemaal echt niks meer uit. Het boeide me niet meer. Ik nam niks meer aan van anderen. Ik was er echt klaar mee. Er is nu een beetje verandering in gekomen, kan ik wel zeggen. Ik ben iets positiever geworden. Dat is één ding wat zeker is. Ik ben wat positiever geworden. Ik ben wat vrolijker, kan ik vertellen. Dat is even een tijdje echt niet zo geweest. Maar ja, ik voel me op zich wel weer wat vrolijker en wat beter worden. Nou zit ik natuurlijk wel een beetje te tobben met mijn knie. Die natuurlijk nu weer lekker ingeteukt zit. Ik weet niet of ik jullie dat had verteld. Maar afgelopen week was het natuurlijk zo lekker aan het regenen buiten. En toen ben ik in één keer onderuit gegaan in de hal. En nou ja, toen knakte mijn knie zeg maar de verkeerde kant. Want dus die boog door naar achter. Dus nu zit mijn knie in het drukverband. Elke ochtend moet ik even het drukverband aanleggen. En ik kan er ook heel moeilijk lopen. Ik moet wel zeggen dat ik er steeds makkelijker op kan lopen. Dus dat is heel erg fijn. Maar ja, het is allemaal een beetje jammer. Maar ja, weet je, die knie is ook niet het einde van de wereld. Dat is, als het goed is, over een week weer over. Dus dat zou gewoon heel erg fijn zijn als dat over een week weer voorbij is. Even kijken hoor, mascara. Dus dat is eventjes één dingetje wat ik jullie nog moest melden. Dat heb ik natuurlijk ook niet verteld. Voor de rest, wat ik dus vertelde over die tattoo. Zondag ga ik dus, of zondag, vrijdag, dat is morgen. Ga ik dus een tatoeage laten zetten. Dat is onder andere dat zonnetje. En dat zonnetje ga ik dus samen laten zetten. Met mijn beste vriendinnetje. Die gaat het ook laten zetten. Dat wordt haar eerste tattoo. Dus vandaar dat ik het ook wil filmen. Ik denk dat het wel heel erg grappig gaat worden eigenlijk. En ik wil heel erg lang een driehoekje. Dan zou je misschien denken een driehoekje. Waarom wil je een driehoekje? Jullie gaan morgen allemaal zien wat ik bedoel met een driehoekje. Maar het driehoekje staat eigenlijk voor memories, moments, voor momenten. En daar bedoel ik eigenlijk mee al mijn goede, mooie momenten in mijn leven.
Als ik dat driehoekje dan zie, dan moet ik gewoon even terugdenken van, joh, waarvoor zou ik zo depressief zijn? Want er zijn genoeg andere mooie momenten in mijn leven geweest. En het driehoekje, misschien een kromme ding, maar je weet het YouTube-logo, dat heeft zo'n driehoekje in het rode ding staan. Dat is dus ook... Dat is dus ook waar mijn gedachte de laatste tijd achter kwam. Ik heb dat dus helemaal niet doorgehad, maar het schijnt dus inderdaad dat die tato ook een YouTube-tato is. En daar heb ik nooit bij stilgestaan. Dat heb ik nooit bedacht bij mijn eigen of zo. Ik dacht van, oh wacht, dat is YouTube. Dus, ik ga ook een YouTube-tato zetten en dat besef ik me nu pas, maar oké. Dus ja jongens, dat komt morgen allemaal aan bod. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik vind het ook een klein beetje spannend. Ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat lopen morgen. Het is voor mij natuurlijk ook alweer een tijdje geleden dat ik een tatoeage heb gezet. Dus ik hoop dat het allemaal goed... Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Ik denk het wel, er staat niet zo heel erg veel voor. Ik heb voornamelijk heel veel zin in eigenlijk. Het is niet zo dat ik bang ben of dat ik bang dat pijn ga doen of zo, want ik weet wat het is. De plekken waar ik hem wil laten zetten is hier op mijn vinger waarschijnlijk het zonnetje. Hier zo. En waarschijnlijk hier op mijn pols het driehoekje. Ik heb een hele tijd andersom gedacht dat ik het driehoekje op mijn vinger wou. En het zonnetje op mijn pols. Maar ik vind het zonnetje toch wat mooier op mijn... het zonnetje wat mooier op mijn vinger. Dus wat gaan we dan maar doen, hè, jongens? Het staat er toch in mijn hele leven op. Dus ik ben toch wel blij dan als ik iets kies waarvan ik denk, daar vind ik het mooi en daar wil ik het ook laten. Dus ja, dan gaan we dat ook maar gewoon doen, toch? Maar dat is nog niet vandaag, dat is morgen pas. Vandaag gaan we eerst nog even lekker een dagje naar school. Morgen gaan we ook nog even... Oh, dat past nu niet. Morgen gaan we ook nog even een dagje naar school. Er zit ook te kabelen in dit shirt. Het is echt irritant. Net mijn onderarm. Of mijn bovenarm. Onder mijn bovenarm. Oké, ik ben een beetje in de war, jongens. In ieder geval, het is nu 7:15. Ik ben klaar met make-uppen. Ik heb wat meer gedaan dan ik normaal doe. Normaal is het gewoon een beetje wenkbrauw, concealer, mascara, that's it. En soms een beetje highlighter. Maar ik heb nu ook een beetje oogschaduw op en zo. Dus een beetje blush. Even alles wegleggen. Dus ja, het is een beetje een tuttig ochtendje deze ochtend. Maar ook wel weer leuk toch? Ik ga dit zo even weggooien. Ik heb in ieder geval mijn schoenen aan. Ik heb trouwens ook wel grappig om te vertellen. Hier ligt een blok. Kunnen jullie dat zien? Dit niet. Hier ligt een blok. En misschien kennen jullie dit van de IKEA. Dit blok dat als je je telefoon oplegt. Bepaalde types telefoon niet. Elke telefoon kan je erop. Moet ik wel even meegeven. Ik heb bijvoorbeeld een Samsung 6S. Een Samsung 7 kan erop. Samsung 8 kan erop. iPhone X. iPhone 8. En nog een paar gekke merken. Maar als je die dus hier oplegt. Hij moet het wel gaan doen. Jongens. Volgens mij gaat hij het niet eens doen. Gaat hij opladen. Super chill. Dus je hoeft niks meer in te pluggen. Je legt hem er gewoon op. En that's it. Ik moet die er wel afhalen. Dat is mijn powerbank. Ik moet dissen. Maar als ik ga dissen, dan zit mijn mascara. Goed jongens. Dit wordt echt een mega, mega lange video. Dat zie ik nou al. Ik had dus niet eens dat de video al... Dat ik de camera had uitgedrukt. Dus... Sorry voor degene die in één keer dachten, hè, wat was ze nou aan het zeggen? Ik heb ook geen flauw idee waar die is uitgevallen. Wat ik nu in ieder geval wilde zeggen was, ik ga nu even mijn laptop in mijn tas zetten. Maar ik had gisteren mijn MacBook bij, dat zei ik. Ik had gisteren mijn MacBook bij. En, maar die is heel zwaar en dik. En die HP laptop niet. Dus ik dacht gisteren echt dat mijn tas ging klappen. Maar deze laptop is wat dunner en wat lichter. Dus dat is wat chill. Camera is leeg, knippert als een gek. Dus ik ga die opladen, ik ga jullie niet meenemen. En ik zie jullie gewoon vanmiddag of morgenochtend even kijken hoe dat loopt. Goed, plannen zijn in één keer gewijzigd. In plaats van dat we morgen gaan, gaan we precies nu. Dat is mijn vinger! Dat is mijn vinger! Dat was heel diep! Stop! Dat is pijn! Even pijn, maar ik moet hem afmaken. We konden eerder
En in plaats van te morgen dan moeten haasten, gaan we nu. Dus ik zou zeggen, op naar de tatershop. En ik ben lekker uit focus. Lekker! Nou ja, op naar de tatershop, jongens. Goed, lieve kijkers. Het is gebeurd. Het staat erop. Ik moet jullie vertellen dat het heel erg mee is gevallen. Ik vond het wel weer heel erg creepy om het te laten zetten. Maar het is wel gelukt en ik ben er heel erg blij mee. Allereerst heb ik het driehoekje laten zetten. Hier ben ik super tevreden over. Het driehoekje is wat dikker. Ik wilde hem iets dunner doen, maar toen hij er zo op stond, vond ik hem heel erg vet.
Driehoekje staat voor momenten en herinneringen. Daar staat het voor. En mijn neefje heeft... Ik wilde iets zetten wat een beetje een richtlijn naar mijn neefjes had. Nou vond ik het niet heel erg chill om hun namen te laten zetten of zo. Dus ik heb mijn neefje Kevin laten kiezen uit een aantal tato's die ik in gedachten had. En hij koos deze eruit. Dus dat is eigenlijk een beetje de link naar hun. En zoals jullie misschien weten, de YouTube play button. Het icoontje van YouTube. Ik weet niet of jullie die één keer voor je kunnen halen. Dit icoontje. Dat witte dingetje dus. Dat is dus eigenlijk ook dit. Dus het heeft ook een kleine link naar YouTube en video's en dat soort dingen. Dan heb ik natuurlijk ook nog de tatoeage om voet laten zetten. En ik ga even heel moeilijk doen, jongens. Maar daar is die. Het zonnetje. Ik moet zeggen dat ik er super tevreden mee ben. Hij is heel mooi gezet. Ik ben er heel blij mee. Hij is super leuk. En ook mijn vriendin Ashley heeft die dus ook. Zij heeft ook een bliksemschichtje. Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Zij heeft het bliksemschichtje voor haar verjaardag alvast gehad. Ze is in november pas jarig. Maar ik kon eigenlijk niet echt meer wachten. Dus die heb ik ook voor haar neergezet dan tenminste. Die heeft ze alvast gekregen. Ik heb nog een paar kleine geitjes, maar die krijgt ze in november. Ik heb het laten zetten en dat wil ik eventjes expres doen. Het is niet gesponsord of zo, maar ik heb het laten zetten bij Just Ink About It. In Spijkenisse zit het en super tof. Het is eerst dat ik erheen ben gegaan. Hele goede ervaringen. Het is super goed neergezet. Super vriendelijk iemand die het deed. Ze doet het niet zo heel erg lang al, maar ze kan het wel echt super tof. Ze zijn heel erg goed behandeld. Het is allemaal heel duidelijk geweest. Alles is helemaal via hygiënische richtlijnen. Echt alles was gewoon helemaal top daar. Ze stelt je helemaal op je gemak. Ze gaat stuk voor stuk. Vooral omdat het bij mij was het natuurlijk niet nieuw, maar bij mijn vriendin wel. Dus ze ging helemaal stuk voor stuk uitleggen wat ze ging doen. En eventjes voordoen van, joh, hoe voelt het? En zo voelt het nou? En gaat het nog? En hoe je het moet verzorgen. Want ook dat komt natuurlijk bij tato's kijken. Ik heb het net al gedaan. Ik heb hem ingesmeerd. En ik heb hem, eventjes gewassen. Maar ik ben heel erg tevreden, jongens. Echt heel erg tevreden. Ik ga lekker slapen. Ik ga hem even insmeren. Ik ga de video proberen te editen nog. Voor dat hij zondag in ieder geval alvast online kan. Maar dat ik hem alvast aan iedereen kan laten zien. Dus ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik vond het heel erg tof. Ik denk en hoop, want ik zeg dit vaker. En dan was mijn moeder ook niet heel erg blij met dat ik er in één keer twee liet zetten. Omdat zij vindt het mooi, maar ze vindt het aan de ene kant ook een beetje onzin dat ik er nu weer een paar op laat zetten. Snap ik natuurlijk. Je wil natuurlijk ook niet dat je dochter terug helemaal vol zit. Maar ik hoop en ik denk en ik sta op beeld. Dus ik hoop dat ik me hier ook aan vast ga houden. Ik weet het ook bijna zeker. Dit was mijn laatste tatoeage. Dit is echt gestoord. Dit is volledig gestoord. Ik moet zeggen dat het op de een of andere manier heel erg verslavend is. Maar dit... En die op mijn been waren echt de allerlaatste tatoeages. Ik ben er nu klaar mee. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Deze video een blauw duimpje omhoog. En als jullie vragen hebben over tatoeages of dingen, laat het zeker even achter in de reacties. Ik weet er ook niet heel veel van, maar misschien kan ik jullie wellicht een paar dingetjes vertellen. In ieder geval, bedankt jullie voor het kijken. Zie ik jullie heel erg snel weer. Doeg!